Maan de Steenwinkel heeft na een periode van stilte eindelijk weer van zich laten horen. De 27-jarige zangeres verrast haar volgers met een radicale koerswijziging, zo deelt ze enthousiast in hoofdletters op Instagram. Maar wat heeft haar ertoe gebracht om het roer volledig om te gooien en dit jaar geen optredens te geven? Het begon allemaal begin januari, toen er opmerkelijke berichten de ronde deden over Maan. Yvonne Koldewijer liet via haar kanalen doorschemeren dat de zangeres mogelijk kampt met een burn-out en dat ze gedurende heel 2024 niet op de planken zal staan. Intrigerend genoeg onthulde een organisatiespion van Yvonne dat een poging om maand te boeken bij Mojo op niets uitliep. Een medewerker deelde mee dat man me het gehele jaar geen optreden zou verzorgen. En daarmee begonnen de geruchtenmolens op volle toeren te draaien, suggererend dat de zangeres niet alleen te maken heeft met een burn-out, maar ook betrokken zou zijn bij verboden middelen. Maar nu heeft Maan zelf het podium van Instagram betreden en haar eigen verhaal gedeeld. Een foto van haarzelf prijkt op haar profiel, waarop ze er anders uitziet dan haar fans gewend zijn. Onder de foto stelt ze de vraag of mensen haar hebben gemist, waarmee ze de nieuwsgierigheid van haar volgers aanwakkert. In haar post onthult Maan dat ze de afgelopen tijd heeft besteed aan zelfreflectie en het ontdekken van haar diepste verlangens. Ze beschrijft het als een proces van herontdekking, waarbij ze zich afvroeg wat acht jaar muziek maken haar heeft opgeleverd. Eindelijk heeft ze gevonden wat ze zocht en het is iets waar ze vol enthousiasme aan wil werken. Maan bevestigt dat ze dit jaar geen optreden zal geven. Een nieuwe era staat voor de deur en met nieuwe muziek in het vooruitzicht kiest ze ervoor om deze zomer geen festivalsjes te spelen. Ze sluit af met de belofte haar fans weer te ontmoeten na deze periode van creatieve bezinning. Het lijkt erop dat Maan klaar is voor een boeiende en vernieuwende fase in haar carrière. En haar fans kunnen ongetwijfeld vol verwachting uitkijken naar wat deze nieuwe era voor hen in petto heeft.